Het fragment met Paul de Leeuw heb ik gekozen omdat ik het zo grappig vond. My love, there's only you in my life. The only thing that's right. My first love, your every breath that I take, your every step. Ja, ik ben echt iemand die op impuls en op intuïtie doe ik soms dingen. En soms vallen ze goed en soms valt het ook heel erg fout. Maar dan, ik heb wel geleerd, als je één keer iets doet, moet je ervoor gaan. Je moet niet jezelf gaan corrigeren tijdens een grap of tijdens een act. Dan is het ook all the way. Dat heb ik dan inderdaad wel van Paul de Leeuw geleerd. Gewoon gaan, helemaal. En dan werkt het ook. Want dan heeft het een soort sympathie en een soort eerlijkheid, waardoor niemand zich genaaid voelt, weet je wel. Dat is wel het knappe van Paul. Hij kan bedenken wat leuk zou zijn. Dus hij bedenkt dan, jij zingt door en ik doe net alsof ik steeds in wil zetten. En uiteindelijk lijkt het alsof ik hem het geintje flik, terwijl het gewoon bedacht is. Maar dat doet hij dan met zoveel humor en zo'n stout kop, dat je nooit zou zeggen, dat heeft hij zelf bedacht. Iedereen denkt, dat heeft zij bedacht. Dat zag hij dus. Hij zag dat dat dus ook werkt. Dat mensen denken dat ik hem terug kon pakken op die manier, terwijl hij het zelf bedacht had. Het is van hem, het is zijn grap.